Nou, daar zijn we dan. Bij de tweede aflevering van het tweede seizoen van de Klimaatnerds podcast. Poging 2. Poging 2. Inderdaad, goed dat je het erbij zegt. We hadden eerst een kabeltje wat er niet bij was. Waardoor we hier nu voor de tweede keer zitten. Maar des te charmanter en des te meer karakter. Met Guus Derks van RVO, Ruimte voor Ondernemen. Bij de afdeling Smart City. Ja, ruimte voor ondernemen, laat wel druk wegzetten. Bijna goed. Rijksdienst voor ondernemend Nederland. Waar je ruimte krijgt voor ondernemen. Waar ruimte creëren voor ondernemen. En ik ben verantwoordelijk voor Smart Cities, dat een onderdeel is van internationaal innoveren. Ja. En wat houdt dat in, internationaal innoveren? Het klinkt heel mooi, maar... Nou, basically wat wij doen is helpen ondernemers om in het buitenland partners te vinden en daarmee innovatieve projecten op te zetten. En hopelijk doordat ze samen innoveren met buitenlandse partners, dat ze dan vooraan staan om samen geld te verdienen. Dus allemaal gedreven vanuit de economische ontwikkeling van Nederland. En vanuit, is dat dan vanuit heel Nederland of vanuit steden? Of hoe moet ik dat voor me zien? Nou, in principe is het vanuit heel Nederland. Maar wij, ja, vanuit heel Nederland, het bedrijfsleven in Nederland verder brengen over de grens. En wij zijn natuurlijk Smart City, dus wij specialiseren ons in bedrijven die actief zijn in de steden met projecten. Om die vervolgens te helpen naar het buitenland te brengen. Dus eigenlijk wat we hebben gedaan is samen met de steden. Een economisch diplomatiek netwerk opgezet waarmee we het bedrijfsleven uit Nederland aan de bak kunnen krijgen in het buitenland. En dat is feitelijk gezien wat we doen. Ja. Eventjes in een notendop, zeg maar. Ja. En Smart City, welke dingen verbind je die verschillende steden dan mee? Wat valt er dan allemaal onder Smart City, een slimme stad? Ja, eigenlijk moet je denken aan... Een hele brede definitie. Hè? Er zijn heel veel definities voor Smart City. En niet te verwarren of eigenlijk wel. Maar goed, mijn idee is dat dingen als Future City, Green City, Smart City. Dat is eigenlijk allemaal hetzelfde. Waar het over gaat is het gebruiken van technologie om uitdagingen in de stad te tackelen. Mm-hmm. Dat is eigenlijk heel beknopt. In de tijd dat onze steden zijn gebouwd, hadden we niet de beschikking over de technologie die we nu wel hebben. En in hoeverre kun je die technologie nou inzetten om die steden veiliger, leefbaarder en dergelijke te maken? En dat is eigenlijk wat de afbakening is van Smart City. Ja, dat doe je dan in de samenwerking tussen de steden, het bedrijfsleven, kennisinstellingen. Zet je mooie projecten op om ervoor te zorgen dat die steden gewoon voor ons als burgers, hè, want wij zijn natuurlijk degene die steden gebruiken, dat we een prettige omgeving hebben om in te wonen en te werken en te leven, te ontspannen. En als je nou kijkt naar hoe de ontwikkelingen nu zijn, en je zou het echt even uit elkaar trekken van steden die bijvoorbeeld echt vrijwel nog niks aan Smart City doen, en steden misschien hier in Nederland, of steden, waar zien we eigenlijk nu al die Smart City in? Nou ja, het grappige is dat je er het liefst zo min mogelijk van merkt. Hm. Want we zijn natuurlijk gewoon gebruiker van een stad, hè, een mobiele telefoon, die gebruik je om op internet te gaan, om je apps te gebruiken, om te bellen. En in een stad, ja, die gebruik je om in te wonen, werken, leven. Maar je ziet het dus terugkomen in eigenlijk op allerlei gebieden. Veiligheid, transport, noem ze maar op. En wat je ziet bijvoorbeeld met transport, als je hier in Den Haag kijkt, dan een heel simpel voorbeeld. Dan, als we bij het station staan, en we kennen allemaal nog wel de tijd dat we een bordje hadden staan met de tijden dat de tram zou komen, en dan was die er nooit. Mm-hmm. En we staan met z'n allen met grote frustratie wel gezellig op het perron. Maar tegenwoordig hebben ze een bord opgehangen dat het nog 3 minuten duurt voordat die tram komt. Ja. En dat neemt een hele andere perspectief op hoe je dat openbaar vervoer gebruikt. Omdat je gewoon, het duurt 3 minuten voordat die tram komt. Ja. Maar om te weten dat het 3 minuten duurt voordat die tram komt, moet je weten waar is die tram, wat is de huidige verkeerssituatie. Je worden de stoplichten beïnvloed om die tram door het verkeer heen te laten komen. Hoe druk is het? En daaruit kun je uitrekenen hoe lang het ongeveer duurt voordat die tram er is. Dus er zit van alles achter. Ja. Maar het enige wat wij zien is die 3 minuten. Ja, en erger nog, je hebt nu gewoon dan een app als 9292OV of Google Maps. Waar je gewoon dan inderdaad kan zien op welke minuut iets aankomt. En dat je zelfs gefrustreerd bent als het 2 minuten eerder of later is.
Ja. Zo ver. Ja, precies. Kijk, we zijn vrij. Als Nederlanders zijn we vrij, ontevreden met openbaar vervoer. Mm-hmm. Bedoel, stel je voor dat je 5 minuten vertraging hebt. Kijk, als je dat dan vergelijkt met bijvoorbeeld India, dan zijn ze lang blij als de trein op dezelfde dag gaat. Dat is wel een heel groot verschil. Ja, dus het is ook een beetje perspectief van mensen daarin. Ja. Maar goed, we zijn het nou eenmaal in zo'n vergevorderde samenleving, waarbij we dit soort dingen kunnen en mogen verwachten. Mm. En dan moeten we het met z'n allen ook mogelijk zien te maken. We zijn daar best ver in als Nederland. Zonder dat we last hebben van Chinese toestanden. Zijn we best ver met z'n allen in het invoeren van dit soort digitale dingen in de stad. En wat bedoel je daar precies mee, Chinese toestanden? Ja, op het moment dat ik het zei, dacht ik al van moet ik er nou wel. Je mag het zeker zeggen. Want dus ik denk dat we allemaal die tegenlicht documentaire wel hebben gezien. En dan zo niet, we zetten even dat linkje hier zo. Ja, is goed. En ik denk dat dat het grote schrikbeeld is van smart cities. Kijk, in China hebben ze, zonder dat ik me hier nu echt ver over ga uitlaten. Mm-hmm. Ze hebben een bepaald systeem ingevoerd met social points. En als je niet goed scoort, dan kun je geen hypotheek meer krijgen in een bepaalde regio. Of word je, als je een hoge social score hebt, dan kun je wel reizen. Wat wij ons afvragen eigenlijk, is dat de richting die we op willen in Nederland? En ik denk dat we dat in Nederland niet op die manier willen aanpakken. Ja, het is dus eigenlijk gewoon, wat wil je ook bereiken met die smart city? Wat wil je eruit halen? En hoe wil je dat bereiken ook? Wil je mensen straffen inderdaad? En hoe ver wil je gaan daarin? Ja, maar ik denk niet dat dat de goede insteek is. Kijk, technologie moeten we denk ik inzetten om ons met z'n allen te helpen. Dus we kunnen de technologie inzetten in onze stedelijke omgeving om ervoor te zorgen dat onze steden fijner zijn en fijner worden om in te leven. En ik denk dat dat het uitgangspunt moet zijn. En als we dan kijken naar de toekomst, want dat is ook waar je natuurlijk veel naar kijkt. Dat gaf je net al aan met smart cities, green cities enzovoort. Wat zijn nou echt wat is de frontier van smart city op dit moment? Op welke onderwerpen is dat en op welke manier binnen die onderwerpen? Ja, ik denk dat we eerst even goed nog even terug moeten naar wat is smart city. Omdat, smart city is geen doel, hè. Mm-hmm. Het is een manier van denken. Dit gaat denk ik ook naar jullie opleiding. Als je kijkt naar de conventionele manier van het ontwerpen van steden, gaat heel erg over de planologie, hoe ziet het eruit en dergelijke. Mm-hmm. En ik denk dat het gebruik van die technologie in het ontwerp van die stad, en het meeste zal retrofitting zijn, hè, de meeste steden staan er al, hoe dat je dat gebruikt en die slimme oplossingen gaat zoeken, dan heb je het over smart city. Dus het is geen doel op zich, maar het is een manier van het ontwerpen van je stad. Mm-hmm. Nou, dat maakt de mogelijkheden eindeloos. Ik vergelijk het vaak met digitaal werken. Begin jaren 90. Nou, begin jaren. Kijk, sinds 1 mei 1993 hebben we internet in Nederland. Hm. Ik weet niet of jullie toen al geboren waren, maar. Nee, ik niet. Ik was 14 en er ging een wereld voor me over. Maar zo kort eigenlijk pas is het internet überhaupt in Nederland. Hm. Dus toen had je het over digitaal werken, dat was een pioniers die dat dan deden met een beetje e-mail en dat soort dingen en zo. Maar dat begon. En nu kun je dat eigenlijk niet meer wegdenken. Dat is gewoon normaal. Weet je? Ja. Wij communiceren via een appje of een mailtje. We zouden deze hele podcast niet gehad hebben als ik niet... Nou ja, ik heb van nergens gehad om te uploaden. Dus, ook niet, ja. En dat is heel snel gaan. En voor mij is smart city eigenlijk dezelfde transitie van het ruimtelijk weergeven van een stad op de conventionele oude manier naar het betrekken van eigenlijk alle nieuwe technologieën erin. Dus zeg maar dat je erkent dat er naast energie en water ook een digitale bijvoorbeeld component is in de ontwikkeling van je stad. Mm-hmm. Dat lantaarnpalen, dat je het kunt zien als een stuk infrastructuur waar je veel meer mee kan dan alleen maar licht uit kunt laten komen. Dat soort gedachten en basisgedachten, dan heb je het over smart city. Laten we dan gelijk in dat voorbeeld duiken van de verlichting. Want je zegt, je zou er veel meer mee kunnen doen. Ja. Zoals? Wat? Nou kijk, het is een lantaarnpaal. Die staat natuurlijk om de zoveel meter. Mm-hmm.
Dus dat is eigenlijk gewoon, als je het op die manier benadert, is dat een extra stuk infrastructuur wat je in je stad hebt staan. Dus naast alleen maar een lamp, zou je daar ook een temperatuur of een luchtsensor of een kwaliteitssensor en dergelijke op in kunnen gaan zetten. Ik weet niet of ze dat in Den Haag heel leuk zouden vinden met de resultaten die je eruit haalt op sommige punten. Nou ja, kijk wat je dan... Ja, dat is misschien zo, maar ik denk dat je daar niet bang voor moet zijn. Weet je, als je het weet en je hebt dat mooie directe... Je hebt een direct real-time plaatje van hoe het eruit ziet. Mm-hmm. Dan kun je daar ook op ingrijpen. Dus dan zou je bijvoorbeeld op basis van luchtkwaliteit zou je verkeersmanagement kunnen gaan doen. Ja. Maar dan moet je dus wel die lantaarnpalen en dat soort infrastructuur moet je dan ook gaan zien als een extra... Dat is een extra infrastructuur die je in je stad hebt. Dus naast de riool, het water en de elektriciteit heb je dus ook nog een keer... Ja, hoe gaan we nou die sensoriek in de stad inrichten dat we dat soort dingen kunnen meten? Ja. Want dat is het belangrijkste natuurlijk. Weet je wel. En jij van A naar B reist, dat maakt niet zoveel uit. Maar dat je van A naar B kunt reizen, dat is wel fijn. Ja, op zich wel. Ja. En wat is dan de reden, want het klinkt natuurlijk geweldig... Mm-hmm. Ik zou zeggen, als ik ergens een ambtenaar was, dan zou ik daar een stempel op zetten en laten we het doen. Wat zijn nog de dingen die dat tegenhouden, dat dit zo uitgerold kan worden in een stad? Bijvoorbeeld dan Den Haag. Ja, nou, kijk, nummer 1, er gebeurt heel veel hè, in Nederland. Mm-hmm. Ook in Den Haag, maar ook in Amsterdam en Utrecht. Ook zeker een aantal kleinere plaatsen, Assen, Zwolle, Groningen. En dan door er een paar te noemen, vergeet je er altijd een paar om te noemen. En waarvoor, sorry. Sorry, Karin in Den Bosch natuurlijk. Er gebeurt heel veel. Maar het is ook, je moet ook realiseren, het is nog iets vrij nieuws. Hè? Daar zijn we net een paar jaar mee bezig. Je ziet nu dat die Internet of Things, dat verhaal, want daar hangt het natuurlijk mee samen, mm-hmm. is nog niet zo oud. Heel internet hebben we net... gezien dus. Vanaf, ja, want Internet of Things, kleine definitie, dat is dat je, ik zie het zelf vanuit dat je bijvoorbeeld vanuit je telefoon allerlei informatie op kan halen uit de voorwerpen die je ziet. Dus zie ik dat goed of is dat... Nou, dat is al een toepassing erop. Dat is een toepassing erop. Ja, waar het om gaat is dat je dus sensoren verbonden hebt aan internet. Dus gewoon dat überhaupt de boel beschikbaar is. Mm, ja. En waar jij het over hebt, dan ben je alweer verder, want dan zit je weer van, wat ga ik ermee doen? Mm-hmm. En juist dat hele... sensornetwerk dat opzetten, zeg maar, hoe ziet die telefoon, ik zal hem even bijpakken, ik heb hier een telefoon, hoe ziet dat ding eruit? Daar begint het al, weet je, wat moet erin? GPS hier, data, komt allemaal bij elkaar. Je kunt de stad vergelijken met een telefoon erin. We hebben een hele verzameling van data en sensoren die hierin zitten. Hè. De GPS, er zit een accelerometer in, nog wat van die dingen, kompas volgens mij. En allemaal van dat soort dingen zitten in die ding. En verder ja. komen allemaal datastromen. Dan kan je sms, e-mail, nou ja, noem het maar op. Nou, wat doet vervolgens, doen ze ermee? Dit ding doet niks anders dan daar toegang toe bieden. En dan vervolgens zijn er allerlei applicaties op. En die applicaties, die doen er wat mee. Ja, die kan dat gebruiken. Dan kun je het gebruiken. En ik denk dat is waar we nu zitten met z'n allen qua steden, zeg maar... Denk ik een beetje het Nokia-tijdperk. Dat is van voor jullie tijd. Het Nokia-tijdperk van transferwagens als telefoons. Die voornamelijk kunnen bellen. Ja, maar het gaat met name even over hoe we daarmee omgingen. Uh-huh. Dus weet je, er was één spelletje, Snake. Uh-huh. Kun je dan ook zo'n frame maken? maar Snake is... dat is een spelletje wat toen eigenlijk iedereen aan het spelen was. En dat kwam ook door het feit dat er niks anders beschikbaar was. Nou, wat hebben ze nou gedaan? Op een gegeven moment hebben ze dus... Nou, dat zijn twee grote bedrijven uit de VS geweest. Ik denk dat ze allemaal wel kennen. Dit is de ene. Dat is trouwens een Koreaanse telefoon. Maar dus, de software die erop zit... is van een groot bedrijf waar we van allerlei dingen opzoeken. Google. Mm-hmm. En dit is de andere dan. En dat was uit de koker van Steve Jobs. Dat is wel Apple. Ja. En wat die eigenlijk gedaan hebben, die hebben gezegd van, joh, als wij nou dat platform nou eens beschikbaar maken aan derden, zodat die erop kunnen ontwikkelen. Dus die hebben een eenduidige toegang geboden tot eigenlijk al die complexe materie die in zijn telefoon zit. Ja, dus GPS, Google Play en de Apple Store is dan de uitvoering daarvan. Android en iOS, ja, Android dat hebben ze eroverheen gelegd. Ja. En dan heb je een toepassing erop, dan de Play Store of die Apple Store van...
hoe je dan een applicatie kan komen, hoe je het doet. Maar hetgeen wat ze hebben gedaan, dat is belangrijk, is dat ze die complexe hardware op een eenduidige manier beschikbaar hebben gemaakt aan ontwikkelaars. En daarmee kwam in één keer die hele markt open voor met name MKB'ers, universiteiten en dergelijke, om daar leuke applicaties op te maken. Ik heb, als je kijkt nu naar de Play Store, hoeveel daarin zit, en ook in de Apple Store, ja, dat hadden ze nooit zelf kunnen bedenken. Nee. Er zitten apps in die gebruik maken van al die sensoriek, hadden ze nooit zelf kunnen bedenken. Dus even die camera-apps. Ik heb clubgenoten die weten wat fantastisch leuke dingen om mij te doen. Maar dat zijn van die camera-apps die ze nooit zelf hadden kunnen bedenken. Dus door dat platform open te stellen, krijg je in één keer toepassingen die je van tevoren niet... Open source. Ja. Die je niet had kunnen bedenken. En het gaat meer over toegang, hè? Want Apple is natuurlijk niet open source. Android wel. Moet je ook afvragen in hoeverre je er iets mee kan, zonder dat je telefoon veel meer kan. Maar goed, het is wel... dat is wel de richting die we met onze steden ook op moeten. En wat we nu zien is dat we nog in Nokia-tijdperk zitten. Kijk, bij Nokia was Nokia degene die de hele telefoon en de software allemaal in handen had. Het operating systeem heette Symbian. En ze hadden één spelletje ontwikkeld. Dus vandaar dat we met z'n allen zouden sneken. Yeah. En niet dat dat echt heel erg open stond voor andere ontwikkelaars om daar ook spelletjes op te ontwikkelen. Want dan hadden we veel meer spelletjes en toepassingen gehad. Yeah. Maar dat was heel complex. Nou, dat hebben zij dus vereenvoudigd. Hetzelfde zou je met de stad kunnen doen. En dan moet je dus de hardware laag, dus de sensoren, de lichtpalen en weet ik het allemaal, moet je dus los gaan zien van je software laag, van je toepassing. Kijk, en dan wordt het mogelijk voor die gasten die de software ontwikkelen voor de 112 alarmcentrale, om een knop in te programmeren, waarmee je het licht alvast feller kunt zetten op de plek waar een ongeluk gebeurt. Want als we dat even trekken inderdaad naar dat lantaarnverhaal, hoe is het nu? Als je dus inderdaad, stel je zo voor je zou toepassingen vanuit die lantaarnpaal willen gaan gebruiken, waarom kan dat op dit moment nog niet? Nou ja, kijk, nummer 1 is, je moet geen toepassing vanuit een lantaarnpaal gebruiken. Dan zit je alweer in die kokergedachte. Nou, wat je nu ziet is dat, ja, zeg maar, de hardwarefabrikant van een lantaarnpaal, ja, vaak ook de software erbij levert van wat die lantaarnpaal moet besturen. Mm-hmm. En je hebt daar een aantal uitzonderingen die gewoon een API-structuur hebben waar je dan wel op kunt inhaken, maar vaak is dat heel lastig. Qua uitzondering heb je bijvoorbeeld een fantastisch bedrijfje in Rotterdam, Sustainer, van Niek de Jong. Hm. Misschien een foutje van Niek. Je moet niet te ver gaan, hè? Nee. Ik kan geen uren blijven editen. Ja. Maar, kijk, je hebt fantastische bedrijven in Nederland die dat wel doen, maar dat zijn eigenlijk meer de frontrunners. Mm-hmm. En wat je heel erg ziet is dat je in die silo zit. En dat is ook natuurlijk, hè, want dat weten jullie als geen ander, zie je ook vaak terug in overheidsstructuren. Zowel de landelijke overheid, waar ik aan werk, maar ook in de stedelijke overheid. En je ziet nu wel dat de grote steden al bezig zijn om dat wel wat meer bij elkaar te krijgen. Dus daar een integrale aanpak op komt, op problemen. Dus dat er niet meer een paal met een camera naast een lantaarnpaal staat. Want ja, waarom zou je dat niet in één keer samen doen? Ja. Als je alleen verantwoordelijk bent voor licht, is die lantaarnpaal met een camera duurder dan eentje zonder camera. Ja. Maar als je die twee budgetten bij elkaar voegt, ja, dan is het in één keer wel betaalbaar. Dan hebben we nu, of tenminste heb ik voor mezelf een beetje een beeld, en ik hoop de luisteraars daarmee ook, van hoe Smart City een beetje in elkaar zit. Maar zoals je zelf ook zei net even, hoe heeft dit dan met de klimaatnurse te maken? Hoe heeft dit met duurzaamheid de betrekking eigenlijk? Smart City. Ja, kijk, ik denk, het is wel vaak gezegd, hè? Dus wat ik nu zeg is helemaal niet nieuw. Mm-hmm. Maar wat mij betreft wordt de slag om het klimaat, die wordt gewonnen of verloren in de steden. Ja, dat kan ik me bij aansluiten. We zien dat er steeds meer, een steeds groter percentage van de wereldbevolking in grote steden gaat wonen. Ja. Kijk, we hebben het de hele tijd over Nederland en daar zitten we dan met een aantal grote steden in. Maar eigenlijk als je het op wereldniveau bekijkt, dan zijn we als heel Nederland even groot als een middelgrote stad in Azië. Dus dat even om het in perspectief te zetten. Ja. En je ziet dat dagelijks dit soort steden gewoon groeien. Kijk naar Jakarta, hè. Dat is volgens de onofficiële telling, is dat 19 miljoen mensen. Dat zijn er veel. En dat is niet eens de grootste stad in Azië. Ja.
Dus als je het op zo'n perspectief bekijkt, ja, dan is dat wel een beetje de plek waar de slag gewonnen of verloren wordt. En ik denk dat door het inzetten van de nieuwe technologieën die we hebben, dat je daarmee de slag kunt gaan winnen of verliezen. Kijk, het heeft te maken met dingen als, wat we net noemden, was heel erg data gedreven allemaal. Maar het gaat om technologie, dus dat is veel meer dan alleen maar die digitale infrastructuur. Denk ook bijvoorbeeld aan de waterpleinen in Rotterdam. Nee, dat is wel fantastisch. Ik weet niet of jullie dat wel gezien hebben, of je daar ook filmpjes van hebt. Maar dan heb je een plein en dat wordt ingezet voor overtollig regenwater op te vangen. Op het moment dat het zeg maar weer eens in Nederland, nou zoals gisteren, ja. flink hoogst, komen die onder water te staan. En het is gewoon een hele grote bak met water. Maar dan krijgt de omgeving gewoon de tijd om dat water te absorberen. Mm-hmm. En daarmee kun je het water weer veel beter managen in je stad. Maar als je daar een paar stappen verder op zou kunnen gaan, weet je. Ja, wellicht zijn er allerlei mogelijkheden om dat nog technologisch verder uit te breiden. Richting drinkwater, dat soort grappen en zo. Want waarom is dat smart city? Dat bijvoorbeeld dat die water... Vind je het geen slimme oplossing? Ik vind het een hele slimme oplossing. Ja. Maar om zeker na ook het verhaal van de net, denk ik toch meer aan de technologische kant. Maar dus je zegt eigenlijk smart city is meer dan technologie ook. Het is gewoon alles wat een stad slimmer laat omgaan met uitdagingen is smart city. Ja, kijk, ik bedoel, dan komen we toch weer op deze discussie. Maar goed, kijk, een stad is een platform waar jij en ik in wonen, werken, leven. Mm-hmm. Waar we gebruik van maken. Absoluut. En de enige reden dat wij Den Haag niet met z'n tweeën besturen, is omdat we er geen tijd voor hebben. Dus wat doen we dan? Dan kiezen we elke 4 jaar een paar mensen die het dan voor ons gaan doen. Mm-hmm. Maar Den Haag is van mij, weet je. En van jou. En van een hele hoop mensen die waarschijnlijk ook die luisteren en dergelijke. Maar het is onze stad. En hetzelfde geldt voor Amsterdam. Hetzelfde geldt voor Rotterdam. Ja. En dat is onze omgeving. Dus die moeten we gewoon goed managen. En dat kun je doen met technologie. Maar dat zie je op allerlei vlakken, hè, technologie. Het gaat ook over hoe pak je dit soort problemen aan. En door creatief te denken, in combinatie met technologie, ja, kun je dus hele gave oplossingen. En ik vind de waterpleinen van Rotterdam horen er absoluut bij. Ja, ja, en bijvoorbeeld Maas, Mobility as a Service, is natuurlijk ook iets wat er steeds meer aan zit te komen. Wat natuurlijk heel interessant is, ook als we het even bij Den Haag houden, waar enorm veel verkeer doorheen rijdt, autoverkeer en ook enorm veel parkeerplekken voor nodig zijn. Wat natuurlijk ook gewoon delen zijn van je stad, die je niet voor iets anders kan gebruiken als daar bijvoorbeeld een auto stilstaat. Ja, nee, dat is, kijk, en daar gaan we natuurlijk voor een revolutie staan in de komende jaren. Kijk, het gaat nog wel even duren, maar als we dan, je vroeg net, als we dan echt ver vooruit kijken, dan hebben we het over het feit van zelfrijdende auto's bijvoorbeeld. Kijk, er is geen enkele reden waarom een zelfrijdende auto zelf zou parkeren in de stad. Kun je ze ook erbuiten doen. Hm. Nou, auto's die staan over het algemeen 80% van de tijd minimaal stil. Dus dat betekent dat ze behoorlijk veel te veel auto's hebben. Kijk, maar als je echt iets wil weten over mobility as a service, dan moet je bijvoorbeeld Marco Marechal hebben. Dat zijn jongens die daar gewoon echt alles van weten. Die kijken naar het totale concept van hoe richt je nou zo'n vervoersplan in de stad in. Maar tipje van de sluier, kijk, je kunt op verschillende gradaties kijken. We hebben de fiets, we hebben de auto. Nou, openbaar vervoer heb je het over tram, trein, metro, whatever. Maar je ziet daar nu ook tussenoplossingen komen. Goedkoper dan de taxi bijvoorbeeld, maar iets duurder dan de tram en sneller. Denk aan Felix. Ja, uitstekend voorbeeld inderdaad wat heel goed loopt ook. Ja, maar ook een briljant bedrijf en ik maak daar graag zelf ook gebruik van. Maar dus het gaat over wat is de vervoersbehoefte van mensen? Hoe kom je van A naar B? Ja. Wat we daarin zien is dat die behoefte om gewoon van A naar B te komen, en dat liefst zo efficiënt en zo snel mogelijk met de generaties die er nu aankomen, jouw generatie en misschien nog wel daaronder, dat centraal staat. En daardoor zie je ook dat zeg maar, in de grote steden bijvoorbeeld het autobezit langzaam aan het afnemen is. Ja, het wordt te duur, het ding kun je nergens kwijt. Dat schiet allemaal niet meer echt op. Nee, ja. Dus ja, kijk, we hebben zelf ook een auto, maar ik rijd 5000 kilometer per jaar. Dat is niet heel veel, nee. Nou ja, dat is met name voor het kamperen en zo. Maar niet om van woon-werkverkeer. Ik woon in Den Haag, ik woon in Scheveningen. En ik werk hier waar we nu zitten.
Als ik dat 's ochtends met de auto ga doen, ben ik een kwartier onderweg. Ik sta alleen maar in de file. Ja. Terwijl ik het in een kwartiertje fiets. Ja. Nou, dan is het voor mij heel simpel. Dan is de keuze simpel, ja. Ja, misschien 10 minuten met de Felix. Ja. En zijn er nog andere? We hebben nu water, mobiliteit. Ja, nou, maar, kijk, dan heb je circulair. Uh-huh. Bijvoorbeeld, er zijn veel projecten van rondom Amsterdam. Maar ja, ziet ze ook in de rest van Nederland. Maar denk, weet je, bijvoorbeeld, wat doen we met de koffieprut die uit cafés komen en zo. Ja, mm-hmm. In Rotterdam hebben we daar alles in Rotterdam waar ze een paddenstoel opgroeien. Er zijn allerlei projecten zijn erop. Je hebt lokale kleine energieprojecten op basis van afval uit de horeca. En dat soort dingen. Ja. En zijn er dan ook echt specifieke focussen vanuit steden? Want je noemt Amsterdam circulair. Rotterdam ging het net over water. Dus... Ja, resilience hè, is het in Rotterdam. Het zijn er wel. Dat zijn 5. Nou, voor de grote 5 steden van Nederland is dat in ieder geval duidelijk. En dan... misschien moeten we nummer 6 er nog even bij noemen. Maar in ieder geval... je hebt Utrecht gaat om healthy living. Healthy urban living moet ik zeggen. Mm-hmm. Dus dan niet de life science kant. Maar juist van wat is de prettige leefomgeving. Mm-hmm. En dat is ook de achterliggende gedachte van het hele ontwikkeling van het nieuwe stationsgebied. Bij Utrecht Centraal natuurlijk. Hè. Je hebt die mobility hub wat Utrecht Centraal is geworden. Waar echt van allerlei vervoersmodaliteiten bij elkaar komen. Maar die hele omgeving daar is in meegetrokken. Hm. Bijvoorbeeld, als je kijkt naar het stadhuis van Utrecht, wat daar zeg maar aan vaststaat. Nou, daar hebben ze een heel stuk, dat is volgens mij tot de 6e verdieping, of de 6e verdieping zeg maar, van het stadhuis. Dat is gewoon vrij toegankelijk voor ZZP'ers om daar te gaan zitten met je laptop. Ja. Dat hoort ook bij het nieuwe leven in de stad. Hè? Ja. Dan heb je Amsterdam het circulair. Mm-hmm. Die zitten ook een beetje te kijken naar Feeding the City. Weet je, we dat een beetje moeten gaan doen in de toekomst. Met name van megasteden. Het zijn natuurlijk onderwerpen, logistiek, voedsel, waar we in Nederland goed in zijn. En wel problematisch zijn in andere landen. Kijk alleen naar Jakarta, hadden we net als voorbeeld, met 19 miljoen mensen. Nou, als je die allemaal 3 appels per dag wil laten eten, dan moet je al 60 miljoen appels die stad in zien te krijgen. En hoe ga je dat doen? Dat zijn een hoop vrachtwagentjes, zeg maar. Mm-hmm. Dan heb je Den Haag, stad van vrede en veiligheid, natuurlijk met safety en security, veel rondom cybersecurity van de kritieke infrastructuur. Door het digitaliseren van infrastructuur creëer je ook weer risico's. En hoe beveilig je dat? Nou, toonaangeven interessante bedrijven voor in Nederland. Dan heb je Rotterdam met resilience, nou, zowel op het watergebied, watermanagement, maar denk ook aan energie. Mm-hmm. En dan hebben we Eindhoven, of eigenlijk moet ik zeggen de Brainport regio, Eindhoven-Helmond, is mobility. En dan hebben ze denk ik even kijken, had ik snel nog gehad? Ja, volgens mij wel. Ja, dat waren de 5. Nou, dan zijn we nummer 6. Wat je nog wel ziet is dat, dat is een beetje meer doorsnijdend vind ik. Is dat Jack Mickers met zijn club zich heel erg richt op data. Ja. Dat is Den Bosch. En dat is weer heel erg gevoed door de aanwezigheid van JAT, de Euronymous Academy of Data Science. Maar nu ook daar zeker leuke projecten. Oké, dus er zijn veel steden bezig met hun eigen onderdeel. Nou ja, kijk, het punt is, dit is het verhaal dat we naar buiten vertellen. Mm-hmm. En dat heeft te maken met het feit, Nederland is klein. We moeten ervoor zorgen dat we niet de concurrentie in het buitenland krijgen. Maar feitelijk heeft natuurlijk elke stad met elk probleem te maken. Ja, absoluut. Ik bedoel, het is niet zo dat aangezien Brainport zich richt op mobiliteit, dat Den Haag en Eindhoven zo goed bereikbaar is, zeg maar. Dus iedereen heeft elk probleem. Ja. En ze zullen ook allemaal mee bezig zijn. Ja. En ze zullen elkaar natuurlijk ook versterken door bezig te zijn, meer te focussen op één problematiek. Kunnen ze er meer uithalen en dat kan uiteindelijk voor al die steden natuurlijk weer profijt opleveren. Ja, theoretisch gezien is dat absoluut het idee, ja. We gaan zien hoe dat dan in de praktijk verder uitloopt. Ik heb geen vragen meer. Ik denk dat het een uitstekend gesprek is om überhaupt iets te leren over wat Smart City is. En daarnaast op welke manieren we bezig zijn. Ik word ook gebeld nu. En je wordt zelfs ook nog gebeld. Ik zal hem even weg doen. Dus ik denk dat het een mooi einde is om zo te gaan kijken hoe we inderdaad
verder gaan met deze, al deze uitdagingen, ook met duurzaamheid in het achterhoofd. Ja, dat gaan we doen. Yes, dankjewel. Oké.